Het College van Burgemeester en Wethouders van Tiel stelt de gemeenteraad voor om een permanente huisvesting te realiseren voor de basisschool De Bataaf op de voormalige MFC-locatie in Passewaai, buurt 7. In het nieuw te bouwen onderkomen plant men ook ruimtes voor activiteiten voor de wijk, zoals onder andere sport en overige op kinderen gerichte voorzieningen. Het voorstel van het college is een uitwerking van de vastgestelde notitie. Brede School, integraal kindercentrum Passewaiteel. Dit is een voorziening waarin onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en welzijns- en zorgactiviteiten voor kinderen weer zijn samengevoegd. Door ook ruimte te scheppen voor activiteiten voor de wijkvereniging en het integreren van een nieuwe gymzaal, worden ook voorzieningen voor de wijk gerealiseerd. Na verwachting neemt de gemeenteraad in september 2016 een besluit over onder andere de benodigde budgetten.